Wat hebben nijlpaarden, krokodillen en capybara's met elkaar gemeen? De ogen, de neus en de oren van de capybara zitten op één lijn aan de bovenkant van hun kop, net als bij nijlpaarden en krokodillen. Al deze dieren kunnen daardoor in het water kijken, ruiken en ademen, terwijl bijna heel hun lichaam onder water zit. Capybara's zijn ook uitstekende zwemmers. Ze kunnen wel 10 minuten lang onder water zwemmen en daar ook flinke afstanden afleggen. In het wild vluchten ze ook snel het water in zodra de gevaar dreigt. En ook eten ze sommige waterplanten. Soms kunnen bezoekers hier in Burgerzoo dus ook zo'n capybara zien zwemmen, net als op deze video.